Een hevige orkaan, samenvallend met een springvloed, bracht op 1 februari een ramp over Nederland. Een ramp die een nog niet vast te stellen schade veroorzaakte en helaas vele tientallen mensenlevens kostte. Het verkeer in de stad moest met roeiboten worden onderhouden. Overal werden in de vroege morgen van deze trieste zondag barricaden opgericht om het water, dat naar men verwachtte nog zou stijgen, te keren. Bij Capelle in West-Brabant stonden de militairen voor een praktisch onuitvoerbare taak. Hier had het water zulke enorme bressen in de dijken geslagen dat er geen houden meer aan was. Een groot deel van de gemeente Stavenisse op Tholen is volledig verwoest. Voor zover men thans kan overzien, zijn ook hier 300 mensen verdronken. Woorden schieten tekort om het drama dat zich aan deze streek voltrokken heeft te beschrijven. Een eerzaam beroep. En dat zei mijn vader altijd. Van hem heb ik het vak geleerd en hij leerde het weer van zijn vader. Ja, je zou kunnen zeggen dat we in onze familie al generaties lang niks anders kunnen dan sluizen bedienen. Deuren open en dicht, open en dicht. Ja. Daar, aan die kant, aan de binnenkant van de dijk, daar woonden we. Dat was de echte sluiswachterswoning. Mooi huisje, dijkmagazijn eronder. Maar ja, toen kwam de moderne tijd en het werd afgebroken. Nou, toen ben ik daar gaan wonen, aan de buitenkant van de dijk. Tja. Geboren bij de sluis, getogen bij de sluis, getrouwd bij de sluis, vader geworden bij de sluis. Dag vader, sta je nou weer in jezelf te praten? Hier, hier is je tabak. Ja. Die had je thuis op tafel laten liggen. Dankjewel Helena, zeg maar tegen je moeder dat ik zo weer binnenkom. Maar er is hier toch niks te doen vader, kom nou mee toe. Een sluis is als een kind, meisje. Daar blijf je voor zorgen, wat er ook gebeurt. Ja, laat je vader nou maar even, zeg maar, ik kom zo, echt. Mijn prachtige sluis. Weer is werkeloos geworden. Ja, wat zeg ik? Werkeloos gemaakt. En dat is ook al eens gebeurd in 1832. De hoge heren van het Hoogheemraadschap, die dachten toen dat de sluis overbodig was. Ja, dat dachten ze toen ook. Maar mooi dat die sluis in 1888 weer openging voor de scheepvaart. Maar nou zijn ze nog wat veel ergers van plan. Ze willen, verdraaid nog aan toe, de sluis dempen. En wie zegt dan dat die sluis gedempt wordt? Hey zus, je kan niet de hele dag op je reet blijven zitten. Hè? Dan moet wel even gewerkt worden. Kom op. Naar de markt, boodschappen gedaan. Het gaat allemaal prima. Mag ik even bijkomen? Hé, natuurlijk Van Vliet. Van Vliet komt erbij zitten schippen. Wat wil je drinken? Ja, doe mij er ook maar zo eentje. Annie, dat lijkt me een rondje voor iedereen. Nog een rondje, drie jongen klare. Ja, maar ik liep zojuist langs de sluis. En dan hoorde ik hem praten. Ja. Ik weet niet tegen wie. Maar het was niet tegen mij. Over mijn lijk, dat riep hij.
Hij zei net als de sluis gaan dempen, dat ze hem dan meteen mee konden nemen. Wat bedoel je? Dat hij erin zou springen, dat riep hij. Wat? We moeten iets verzinnen. Ziet u deze deuren? Dat zijn stormvloeddeuren. Die houden alles tegen. Bijna 4 meter boven NAP. 3,95 meter om precies te zijn. Het is februari 1953. Springvloed. Noordwestelijke storm. Windkracht 11 op de Noordzee en 2 meter sneeuw in de Ardennen. 100.000 mensen verliezen hun huis en hun goederen. Zulk weer hebben we nog nooit gehad. Maar mijn sterke sluis, die houdt het. En die deuren daar, bijna 4 meter boven NAP, die staan nog maar net boven water. Wij hebben die nacht heel wat gewerkt aan die dijk, want daar ging het water wel overheen. Al het zand van de nieuwe weg die hier werd aangelegd, die hebben wij in zakken gestemd om het afkalven van de dijk tegen te gaan. En nou ligt hij hier al 20 jaar afgedampt. Heb je dat gezien? Dat schip zit aan de verkeerde wal rond. Steek je ook maar op. Goed, kapitein. Zeg, kapitein, waar gaat de reis eigenlijk naartoe? Dat zou je willen weten, hè? Ja, dat vaart zo lastig, hè? Dus niet weten waar we heen gaan. Ja. Doe maar bij de hand. Voorlopig is het gewoon de rivier volgen. Mijn vader was sluiswachter op die malle sluis. Ik heb een vaartzat moeten bedienen. Met de ellebogenstoom, zoals hij dat noemde. Hij zat al meestal in de kroeg. Dus ik ga de vredespijp roken met die man. En mijn moeder een dikke knuffel geven. En wie weet kunnen we die sluis redden. Maar ik kan niet zomaar aankomen. Daarom doe ik net om een sleepje op me te pikken. Aan de binnenkant van de sluis. Net of we niet weten dat de sluis gestremd is.
Krijn, het ziet er naar uit dat het gaat lukken. Het hele bestuur gaat mee? Ja, met die nieuwe deltaplannen kunnen we niet achterblijven. Maar het is een complex en een duur klusje. Die muren die zijn niet zomaar gesloopt. En voordat de boel weer helemaal strak en glad is, moet dan weer aan de nieuwste veiligheidseisen voldoen. Deltahoogte en zo. Ja, het moet aan de strengste normen voldoen straks. Maar daar komen we wel uit. Jij wilde toch thuis die keuken uitgebouwd hebben? Wilde je vrouw toch zo graag? Ja, we hebben inderdaad een offerte bij jullie aangevraagd. Om het goed te maken met moedigste vrouwen. Ik heb zo'n zwaktes, hè. Muziek, vrouwen. Dat was laatst niet helemaal goed gegaan. Ja, in zoverre dat ze erachter kwam. Gaf een hoop gedoe. Toen ben ik maar over die keuken begonnen. Maar ja, nu kan ik dus niet meer terug. Kijk, daar kunnen we het ook nog eens over hebben. Zullen we anders in het café daar even verder praten? Weet je dan hier in de koude, die rotsluis? Als we er dan uitkomen, dan kunnen we het in een borrel nemen, hoort jij? Lijkt me een strak plan. Stolwijkensluis, hier de Kogades. Maar weet u dan niet dat de sluis is gestremd? Marinus, mijn broer die ik nog nooit gezien heb! Weet moeder hier al van, Marinus? Ik kwam om het bij te leggen met mijn vader. En dan heb ik een zusje bij. Hallo? Hallo? Zou ze knap zijn? Maar ik laat mijn pa niet in die sluis springen, dat is zeker. Kom op, geef me alles wat je hebt. Vol aan met je kar, varen. Dat was. Ga je op zoek naar je vader. Heb je er een zus bij? Hey, zus. Hey, Johanna. Jeetje, moet je nou eens luisteren? Ik ben echt helemaal van de leg. Nou, toen raakte ik aan de praat en zo kwam ik erachter dat de sleepbootkapitein mijn broer is. Ja, waar is hij nu dan? Hij is onderweg naar de sluis. Weet vader dit al of moeder? Nee, niemand weet nog iets. Maar waarom? Heeft niemand mij ooit verteld wat er gebeurd is? Ik wist alleen maar vaag dat ik een broer had die Marinus heette en verder niks. Ik zie nog zo hoe ze tegenover elkaar stonden en vader razend tegen hem zei dat hij moest opdonderen. Ja. En Marinus verdween gewoon. Ik weet zeker dat vader daarover vooral boos op zichzelf is. Ja, en moeder is weer boos op vader. Nou ja, daarom praten we er niet over. Nou, hij wil het goed maken met vader. En hij heeft gehoord van de sluis dat ze die gaat dempen. En ik heb natuurlijk verteld over vader dat hij in de sluis wil springen. We hebben een plan bedacht waardoor vader gered wordt. De sluis wordt gered. Moet je horen. Ja. Wat ik jou zo graag mag, omdat wij elkaar zo lang kennen, reken ik voor die plus dat ik die keuken voor jou kostenneutraal kan fixen. Dat hele sluistraject leg ik dan een extra 10 mil. Ziet niemand wat van, hoort niemand wat van. Maar dan moet ik die klus nu wel krijgen. Dat is logisch. Ja, die klus die jas ik er zo doorheen. Dat doe ik natuurlijk ook omdat ik graag wil dat jij die klus krijgt. Maar die keuken lijkt toch te veel op omkoping, op smeergeld. Nee, dat kan ik niet maken. Daar kom ik mee in de problemen. Ach, dan doen we het gewoon anders. Ik regel die keuken voor jou, omdat wij zoals al lang vrienden zijn. Als vriendendienst heeft niks met die hele sluis te maken. Jij krijgt de mooiste aanbouw voor die keuken waarmee je vrouw iedereen de ogen kan uitsteken. Dat beloof ik je, Frans. Zo gaan we dat doen. En laten we er nou nog maar eentje opnemen. Goed plan. Annie, zet jij eens lekker muziekje op? Muziekje? Heb jij die dames gezien? Ik hou graag uw voeten droog. Want een vrouw met koude voeten? Ja, want wie de voeten niet eert, die is de rest het niet weert. Lollen. Ja, ik zit nu helemaal in de business van de droge voeten en ik ben blij dat het zo wordt gewaardeerd. Ach, dat gedoe over koude voeten. We hebben toch wel wat anders te doen? Weet je wat er gebeurt?
Als die dijk opgeeft, denk ik dat je voorgevel onder water verdwijnt. Ah, kijk jij nou maar uit voor je eigen voorgevel te vertellen. We hebben net een plannetje gemaakt voor die oude sluisdaars, hè? Die voeren binnenkort geen enkel gevaar meer voor die natte voeten. Trouwens, kennen jullie deze al? De overeenkomst tussen een sluis en een vrouw. Als je de klep openzet, is er geen oude meer aan. Frans, kijk jij even uit. Straks kost het je weer een aanbouw. Ben jij niet de dochter van de sluiswachter? Ik ben Johanna. Johanna Anker. Zullen we even gaan zitten? Is goed, ja. Gezellig. Je hebt trouwens prachtige handen voor de dochter van een sluiswachter. Dat zou je dus niet verwachten. Maar dan ben ik best wel verbaasd. Wat lief, zoveel complimenten heb ik nog nooit in iemand gehad. Het van het maanlicht in mijn ogen en de kerst op mijn lip. Wat was dat? Onweer. Ik zag een bliksemflits. Aan het eind van de oude brugweg, daar was de tolbrug naar Gouda. Voor een dubbeltje mocht je er overheen met de auto. Een paard was 5 centen en lopen was voor niks. Ja, en je kon je paard ook nog stallen bij de uitspanning van Christensen. Ja, dan spaarde je in de tolgeld uit. Ach, er was van alles te zien voor een kleine jongen. Mag ik er nog één? Volgende maand weer naar de werf. Ja, moet hij de helling weer op. Zal hem weer een lieve duit gaan kosten. Ja, nou waar we dat voor moeten betalen, ik zou het echt niet meer weten hoor. En soms denk ik wel eens, we moeten er gewoon mee kappen. Nee. Ja, want soms, zo'n reisje kost vaak meer dan het wat opbrengt. Ja, en mijn hand ophouden zeker. Nou, mij niet gezien. Nee, die Nederlandse regering, die moet eens een voorbeeld nemen aan Duitsland. Je kan van die Hitler zeggen wat je wil, maar hij krijgt het wel allemaal mooi voor elkaar. Nou, ik vind het stuk voor stuk Engels, hoor. En ik vertrouw hem voor geen meter met die nazi-partij. Het zijn griezels. Hé, hey, sluiswachter. Ben je nog wat gevangen? Nee, maar Schipper, hoe is het met jou? Je moet zeker morgen naar binnen. Ik hoop naast je vertolk. Ja, ik ga morgen, mag je voor me draaien. Ja, ik heb nou weer tijd. Ik heb wel wat beetjes. Nee, we gaan ook vroeg naar bed. Morgen wat meer eerst. Ja, oké. Hey, dan kijk. Goedemorgen. De rivier is weer gaan leven. En de sluis is niet meer nodig. Ze zeggen overbodig. En datzelfde geldt voor mij. Is de hele rivier opgeknapt. Schoner en mooier noemden ze dat project. Heeft miljoenen gekost. Maar mijn sluis opknappen en weer openen, ja, dat kon er natuurlijk weer niet vanaf. En dat begrijp ik nou niet. Als ze dat nou ook hadden gedaan, dan had de hele wereld er toch hier heel anders uitgezien. Je weet toch dat die sluis niet meer open kan? Daar is toch geen geld voor? Die sluis gaat weer open, Annie, want anders... Anders wat, Jo, anders wat? Ik heb hele domme dingen gezegd. En nou zie ik Marientje nooit meer terug. Hoe lang is het nou geleden, Jo? 20 jaar, Annie. Nee, die zie ik nooit meer terug. Ik ben wel benieuwd hoor. Ja, anders ik wel. Met die van Vliet weet je maar nooit. Stel dat hij dit ook weer verprutst. Hé, hey, van Vliet, kom erbij.
Lukt dat? Oh, kijk. Oh, kijk. Ja. Die heeft wat te vertellen. Kijk, jongens. Is gelukt. Een prachtig. Nee! Oh, jeetje. Hij is geweldig. Wat is hij goed gelukt. Vliet. Oh, wat erg. Dat jij dat ook kan, kerel. Proficio. Ah, jongens. Neem me niet in de maling, hè. Dat zou niet durven. Hé, hey, maar wat is nou de volgende stap? Pen en papier. Maar laat mij het maar schrijven. Nee, weet je, Henk weet het allemaal zelf zo goed. Dan mag jij schrijven, alsjeblieft. Dan heb ik wel even Van Vliet nodig. En dan hou jij even de stok vast. Dan zou jij de hoed willen vasthouden. Eens even kijken. Waar is die van papier gebleven? De sluis wordt niet gedempt. En zorg ervoor dat het snel gebeurt. Ja, ha, met een T, ja. Anders gaat deze prachtige foto naar jouw vrouw. Het is hoog tijd dat er iets gebeurt. Ja, des te meer reden om deze brief namelijk op de bus te gaan doen. Dus ga maar snel voor die gelicht wordt. Helena? Oké. Okay. Ja! Zonder het Hoogheemraadschap, hè, kon niemand hier wonen, als je dat maar weet. Ja, en zonder de belastingcentjes van het Hoogheemraadschap stond hij nu putjes te scheppen. Kijk eens aan, Dijkgraaf. Is zeker wel een hele belangrijke brief. Gaat jou helemaal niks aan, postbode. Oh, dat moet je. Idioot! Geen afzenden. Aan de Dijkgraaf. Jij gaat ervoor zorgen dat de sluis gerestaureerd wordt. De sluis wordt niet gedempt en zorg ervoor dat het snel gebeurt. Anders gaat deze prachtige foto naar je vrouw. Wel verdorie. Wat is dit? Mevrouw hier achter komt, dat ga ik niet meer redden met de aanbouw. Dat wordt een hele dure echtscheiding. Weet je wat? Ik bel Hans Dupré, die oude hoer. Hans Dupré spreekt met Frans Westers. Ik moet u dringend even spreken. Dag meneer Westers, wat is er zo dringend? Meneer Dupré, luister u eens. Ik weet dat u en uw kompanen zich beijveren voor het behoud van onze Stolwijkerschutsluis. Nu wil het geval dat inmiddels ook ik een zekere sympathie voor het behoud van deze prachtige sluis heb opgevat. Een sympathie die overigens niet unaniem wordt gedeeld door mijn ingelanden. Een centenkwestie, maar dat begrijpt u natuurlijk wel. Uiteraard heb ik zelf natuurlijk ook wel wat in de melk te brokkelen. Een deel van de benodigde gelden kan het Hoogheemraadschap voor zijn rekening nemen, want het dempen van die sluis is tenslotte ook niet gratis. Nu zou ik graag van u eens willen horen of u niet een idee hebt hoe wij de overige kosten zouden kunnen dekken, zodat de sluis weer bevaarbaar wordt voor scheepvaart. Wij kunnen maximaal 5 ton bijdragen. De totale restauratie kost toch al gauw zo'n 2,3 miljoen, met een gat van 1,8 miljoen. Mijn heer Dupré, hebt u niet een idee hoe we dat gat zouden kunnen dichten, zodat de sluis weer open kan? Nou, meneer Dijkgraaf, dan bent u bij mij aan het goede adres. Luister, wij zouden er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat de sluis op de Rijksmonumentenlijst komt te staan. En dan komen er allerlei subsidiemogelijkheden in beeld om de sluis te restaureren, zodat er weer voor 10 jaar schepen doorheen kunnen varen en de Krippende Waard in. Ja. En er is momenteel een speciale bouwcrisissubsidie voor monumenten van OCMW. Mm-hmm. Daar kunt u ook een aanvraag voor indienen. En ik weet zeker dat het project Hollandse IJssel ook wel wat wil meebetalen.
Ja. Verder is bij de gemeente Gouda en de K5-gemeente en de Krimpenerwaard ook best nog wel wat te halen. Dat zijn kleine bedragen. Maar alles bij elkaar en samen met het bedrag wat u er zelf wil besteden, moet dat van bedoeling zijn om de sluis te kunnen behouden. Samenvattend, eerst de sluis op de monumentenlijst, dan subsidie uit het crisispotje van OC&W, het project Hollandse IJssel, de gemeente Gouda en de K5 aanvragen en dan moet het gaan lukken. Heeft u dat begrepen, meneer Dijkgraaf? Mijn heer Dupré, mag ik u hartelijk danken voor dit doorwrochte advies. Nogmaals een hartelijke dank. Goedendag. Luister eens, Krijn. Ik ben van gedachten veranderd over die sluis. Ik heb nog eens wat nagedacht. Wat rondgelopen rond dat ding. Kijk, het is een oud geval, hè? Dat is wel duidelijk. Maar... Dus ik ben mijn klus kwijt? Nee, luister, Krijn. We gaan het als volgt doen. Ik heb namelijk een plan om de sluis te restaureren. Dat is nog een veel grotere klus dan slopen en strak trekken. Ah, ik denk dat het wel kan. Nee. Ik moet die klus gewoon pakken. Anders moet ik mijn mensen naar huis sturen. Dat is hartstikke mooi. Dan laat ik een persbericht uitgaan dat de sluis gerestaureerd gaat worden. Dat gaan ook mensen blij maken. En niet in de laatste plaats mijn mensen. Ik ga het ze gelijk zeggen. Dankzij de onvermoeibare inspanningen van Frans Westers, de dijkgraaf die zoveel van de sluis houdt, zal de sluis worden gerestaureerd en intensieve parwijzen worden uitgevoerd door... Van den Broek aannemers! Geweldig! Ah ja! Hé, hey, maar Van Vliet, moet je de krant eens lezen? Kom eens kijken! Ach, jeetje, Van Vliet! Wat is er aan de hand? Is de brand? Nee, de krant! Kijk, de krant! Waar kleed je aan, joh? Ja, ik kom er zo aan. Hoe? Ja. Zo, maar... Weet vader het al? Hé, hey, Van Vliet. Kijk, zoals een rolle grote graaf. Dus gelukt, kerel. Dit moet dan maar het moment zijn. 6 meter naar het ijskoude water. Beetje paniek misschien. En dan zal ik langzaam naar de bodem van de sluis. Mijn Stolwijker schutsluis. Kapitein ten onder. Als ik nog langer wacht, dan ligt die hele kolk voor met zand. Deze sluis, dat wordt een graftombe. Mijn graftombe. Getrouwd, Jo. Heel lang. En de laatste 20 jaar heb je alleen maar aandacht voor die sluis. Ik zie je van me vervreemden. Je kijkt alleen maar naar die sluis die aan het vergaan is. Al die jaren lang. Bovendien naar andere luisteren heb je nooit gedaan. Ja, als je in het café zat met een paar borrels op. Je hebt het nooit kunnen accepteren, Jo. Ik weet het. Ze willen mijn sluis kapot maken. Nee. Die van mijn vader en van zijn vader. Nee, papa. Ach, vergeef het mij, Rietje. Vergeef het mij. Mijn sluis wordt gered. Kijk nou eens, papa. Kijk praat nou geen onzin, kind. Praat papa. Geen nee, onzin. Papa. Zorg papa. Goed voor je moeder, man. Maar... Marines. Wat doe jij hier, verdomme? Zorgen dat jij geen domme dingen doet, vader. Nou, daar ben je dan 20 jaar te laat mee. Volgens mij ben ik precies op tijd. Jullie houden me voor de gek. Jullie nemen me in de maling. Nee. Kijk nou eens, het staat in de krant. Ongelooflijke stijfkop die je er bent. Ja, joh. Ja, het is waar. Zo, dan weet je dat ook weer. Kan je nu naar huis komen en breng die zoon van je mee?
Die heb ik de laatste jaren ook alleen nog maar een beetje in het geniep kunnen ontmoeten. En breng je dochters ook mee. We eten 6 uur. Oh, kijk nou eens, vader. Zet in de krant. Het is kameraadschap. En vertrouwen dat er voor elk probleem een oplossing is. En gebruik maken van alle mogelijkheden die er zijn. Wat doen jullie hier allemaal? Ja, we hebben het allemaal gehoord van jouw reddingsactie. En wij wilden dat allemaal aan Jo vertellen. Ja, en dat wilden we doen voordat hij ging zwemmen, hè vader? Zwemmen? Met dit weer? Jo Anke, je bent een rare vent. Maar goed, je ziet het. We hebben het voor elkaar. De sluis gaat voorgoed weer open. En raad eens. Raad eens wie de sluiswachter wordt. Ja. Wie het wordt, meneer de Dijkgraaf? Hij is er altijd al geweest. Jo Anker. En zo is het. Dames en heren, het is tijd voor een foto. Ja, kijk uit. Kom, papa. Kijk uit, vader. Dijkgraaf. Oh, nee. Dit is een historisch moment voor ons allemaal. De damwand is verdwenen.